Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik al onze keuken must-haves deel. Dus alle dingen die wij echt elke dag gebruiken in de keuken, die ga ik met jullie delen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik vind het zelf heel leuk om dit soort video's te kijken. Dus laten we snel beginnen. Oké, om te beginnen ons koffiezetapparaat. Dit is denk ik een van onze fijnste investeringen ooit geweest. Want dit is een Jura E8. Wij hebben allerlei soorten koffiezetapparaten gehad. We hebben met cupjes gehad. Nee, ooit eerst nog zelf op het aanrecht in zo'n mokapot. Daarna hadden we zo'n filter koffiezetapparaat. Toen hebben we zo'n Dolce Gusto gehad. En op een gegeven moment hebben we geïnvesteerd in de Jura. En daar kun je dus bonen in doen. Dit is zo fijn. Dit is zo heerlijk. We zijn ook echt van die koffiesnaps dat we dan allerlei soorten bonen willen proberen en zo. En ja, het is gewoon heel fijn om elke dag zo je koffie te maken. Mijn persoonlijke favoriet is de cappuccino of de espresso. Maar je kan dus van alles hiermee doen. Je kan ook warme melk doen en zo. En melk opschuimen en zo. Oh, love it. Ik hou van dit apparaat. Dan de airfryer. De airfryer, dat is echt een must-have voor in je keuken. Wij zijn op een gegeven moment hebben gekocht. En echt, ik denk dat we hem elke dag gebruiken. Het is echt een fantastisch ding. Deze is van Philips, de XL. Twijfel nog tussen gewoon en XL. Ga voor XL, want XL is voor ons tweetjes precies genoeg. Ja, die andere schijnt echt nog een heel stuk kleiner te zijn. Maar ja, het is een fantastisch ding. Het is een soort mini-oventje. Iedereen denkt dat het echt een soort van friteuze is of zo. Maar het is meer een soort van mini-oven die heel snel voorvormt. Dus wij gebruiken hem voor bijvoorbeeld broodjes afbakken, groenten. Eigenlijk heel veel dingen ja, wat je lekker een beetje crispy wil hebben, doen wij in de airfryer. Ja, afbak croissantjes en zo. Alles waar je normaal zoiets van oké, eerst de oven 20 minuten voorvormen, dan 20 minuten in de oven. Dat gaat allemaal zeg maar 10 keer zo snel in de airfryer. Dus I love the airfryer. Dit sla ik even over. Iedereen vraagt altijd wat een groene grasmat ding is. Maar dit is voor de baby. Dus dat heb ik in de, allemaal baby video's ook verteld. Dat zal ik hieronder even linken. We gaan door met het volgende keukenapparaat. Dit is de waterkoker. Deze gebruiken we ook echt meerdere keren per dag. Deze is van Boretti. We hebben allerlei soorten waterkokers gehad. Echt de meest luxe, de meest simpele. In ons volgende huis doen we een koeker. Zo excited. Het scheelt ook weer ruimte. Zoals je ziet, het is niet per se de grootste keuken. We hebben niet heel veel ruimte voor alles. Maar deze staat altijd wel prominent op een plekje. Want ja, gebruiken we veel. En het fijne aan deze waterkoker is dat je dus verschillende temperaturen kan doen. Je kan 60, 70, 80, 90, 100. En je kan keep warm doen. Dus dan blijft hij ook warm. En wij doen vaak thee op 60 of 70 of zo. Een 100 gebruiken we voor koken. Dus ja, een hele fijne waterkoker. Dan een van onze nieuwste speeltjes. Onze rijstkoker was kapot gegaan. Die hadden we ook echt wel heel lang. En toen gaf iemand de tip om deze te kopen. Dit is de Sage Risotto Maker. Het is eigenlijk een rijstkoker deluxe. Je kan er risotto in maken. Je kan daarin koken. En het is een slow cooker. En dat is echt zo leuk. Ik had niet verwacht dat ik een slow cooker zo leuk zou vinden. We hebben echt al zo vaak voor het slapen lekker ontbijtjes gemaakt. Haarvermout dat dan de volgende ochtend helemaal lekker warm klaar stond als we wakker werden. Maar ook gewoon rijst hier maken of iets anders koken. Stomen doen we. Heel veel groenten stomen we hierin. Ja, het is echt wel een heel handig ding. Hij neemt wel weer wat ruimte in beslag. Maar het is in principe een pan. Dus je kan hem ook zo makkelijk in een kast kwijt. Maar hij staat hier op het aanrecht, want we gebruiken hem veel. Dan ons grote pronkstuk. De KitchenAid. Ik hou echt van KitchenAid. Ik heb hem ooit van Gregor cadeau gekregen. I love it. Deze kleur is wel eentje die je niet meer kan vinden volgens mij. Want dit is ook alweer 10 jaar geleden of zo dat ik hem van hem kreeg. En als ik een tip mag geven, wat echt een hele handige tool is. Deze heb ik ook van Foef cadeau gekregen. Dit is een mixer met een spatel eraan vast. Het is echt de best. Dit is zo fijn. Hiermee scoopt hij gelijk zeg maar alles van de zijkant. Dus die moet je loskopen. Ja, aanrader. Hij is ook gewoon heel mooi. En als je houdt van bakken en iets mixen en zo, dan... Ja, de KitchenAid is natuurlijk wel de Rolls Royce van de keukenapparaten. Dan onze blender. Deze is echt mega fijn. Dit is een Ninja blender. Hebben we ook al weet ik veel hoe lang. Deze blender, daar kan je echt alles in kwijt. Je kan soepen maken, je kan sausjes maken. Hij crusht alles. We gebruiken hem ja, meestal voor groene smoothies en zo. Eiwitshakes, dat soort dingen. En de ene keer staat hij een tijdje op de aanrecht, dan weer niet. Het is nu een fase dat hij weer in de kast staat. Maar als ik merk dat we hem weer vaker pakken, dan blijft hij ook hier staan. Ja, een hele fijne blender. Oh, en hij is heel erg lekker zwaar hier. Waardoor hij zeg maar stabiel blijft als hij blendt. Dat is ook wel belangrijk. En hij heeft van die zuignapjes, dus dat is wel heel fijn. En die ja, kan je zo optillen. Dan deze chopper van KitchenAid. Ja, ik weet niet of het een chopper is. Zeg maar een hoe heet het nou? Een hakmachine van KitchenAid. Deze is echt zo fijn. Dit is een klein keukenhakapparaatje. En altijd als je recepten hebt met gooi het in een hakapparaat, dan zie ik zo'n mega keukending voor me. En denk ik, oh my god, het is zoveel afwaswerk. Maar dit is een kleintje, dit is heel fijn. En dan gooi je er een ui in, en wat knoflook en klaar. Ja, dit is heel fijn om
niet al te veel te hakken. En het is, omdat hij zo compact is, kan je zeg maar dit in de vaatwasser doen. Het is echt klein, dus dat is echt mega fijn. En hij doet het heel goed. Dan hebben we de staafmixer. Deze is ook van KitchenAid. Valt het op dat we KitchenAid fan zijn? Ja, ze hebben gewoon hele goede items. En dit is echt een van onze nieuwste tools ook. Want ik had een staafmixer en die was echt, ik zweer het je, 20 jaar oud of zo. Helemaal niet meer goed. Dus ik heb deze laatst gekocht. Helemaal in mijn nopjes ermee. Gewoon een goede staafmixer. Dus je kan er sausjes mee maken. Er zit ook zo'n bakje bij om het zo in te mixen. Voor soepen en zo kan je hem gebruiken. Ik zou hem niet in een pan neerzetten. Want dit is toch wel metaal. Maar hij doet het echt super goed. Veel beter dan dat oude ding dat we eerst hadden. Dan hebben we een wafelmaker. Deze is van Tristar. Dit is echt, nou ja, een budgetproof merk. En hij doet het gewoon goed. Het is gewoon een hele goede basic wafelmaker. We vinden hem zo fijn. We hebben hem ook cadeau gedaan. Vrienden, housewarming gift. Want wie wordt er nou niet blij van een wafelmaker? Let op, als je hem koopt, je zit altijd de handen met op welke stand je de wafels maakt. Ik zet hem altijd tussen 3 en 4 ongeveer. En dan wordt hij precies goed. Dus dat is een tip van mij. De spiralizer. Pas als je dit ding hebt, besef je waar is dit altijd al geweest. Dit ding is zo handig. Je kan hier dus bijvoorbeeld een courgette of een aubergine of een komkommer of een wortel of iets in doen. En dan draai je zo. En dan komen er van die slierten uit. Alsof het spaghetti is. Dus dan kan je zeg maar van courgette kan je groentespaghetti maken. Of gewoon een salade of wat dan ook. Het is in ieder geval heel erg handig. En met dit ding kan je zeg maar het laatste kontje zo draaien. Anders zit je zo met je handen en de lucht gaat het niet goed. Dan gebruik je die. En dan hoppakee, leg je deze weer in de kast. Klaar. Mason jars. Ik heb een soort obsessie met mason jars. Ik vind het zo handig. Dit zijn van die glazen, hoe heet het? Potjes. Glazen potjes. En daar kan je van alles in doen. Je kan er groenten in doen. Ja, eigenlijk gewoon alles wat je kan bedenken kan je in een mason jar doen. Tip, koop de plastic deksels erbij. Er zitten een soort metalen deksels bij en die zijn heel fijn voor wekken en zo. Maar wij gebruiken het zo vaak. Elke keer dat ik die metalen deksels in de vaatwasser deed, op een gegeven moment was het helemaal aan het roesten en zo. En dit is veel fijner. Maar je hoeft natuurlijk niet mason jars te gebruiken. Kijk, we hebben hier een hele collectie aan allerlei potjes. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een glazen potje van Tostitos. Ik heb hier mini mason jar. Ik heb daar van augurken. Ik heb hier wat dikkere mason jar, wat kleinere mason jar. Nou, in ieder geval gebruik ik het echt voor van alles. Voor het gek van mijn glazen potjes collectie. Ja. Maar ja, weet je, mijn moeder deed het zo, mijn oma. En dat, ja, het is gewoon heel handig. De messen die wij gebruiken, we hebben eigenlijk, ja, we hebben meerdere messen. We hebben één zo'n set van, ja, ik weet echt niet eens meer hoe daar komen, maar die is een beetje matig. Maar echt de beste messen, dat zijn deze. Die zijn van Global. Die zijn zo fijn. Daar hebben we er 2 van. Wat kleinere, wat grotere. En eigenlijk gebruiken we die voor alles. Investeer in messen. Goede messen. Al heb je er 1, daar doe je zo lang mee. En het eten wordt gewoon beter met goede messen. Dan de snijplanken. De beste snijplank vinden wij deze. Die echt heel veel gebruikt al. Ze zijn allemaal stukken af. Ja, dit is echt heel erg. Deze snijplank is van BK. En die hadden vrienden van ons. En we waren zo weg van die snijplank dat ze hem op een gegeven moment cadeau hebben gedaan aan ons ook. En ja, het is gewoon een hele fijne snijplank. Ik weet niet, ja, hij is echt heel erg gebruikt. Wauw. Als je er goed naar kijkt, kijk hoe lelijk die is. Ja. Maar goed, hij werkt. Dan hebben we ook een ronde houten. Deze is van H&M Home. Alles wat je hier ziet, link ik trouwens hieronder. Maar deze heb ik ooit gekocht voor een videotutorial. Iets wat ik wilde hakken. Ik wilde een mooie houten ondergrond. En eigenlijk gebruiken we die nu altijd voor brood en zo. We hebben ook nog een mini klein houten broodplankje. Deze. Kaasplankje eigenlijk. Maar dit is echt zeg maar de grote favoriet. Die gebruiken we heel veel. Ik moet zeggen, hij is wel een beetje gebogen, hè, door de vaatwasser. Maar maakt niet uit. Een houten plankje is altijd handig. Dan onze nieuwste aanwinst. Oh my god, kijk hoe mooi. Dit is een marble terrazzo board. Ik vind hem zo mooi. Dit is eigenlijk, ja, een meer een display plank. Het is niet waar je op kan snijden. Dit is meer om mooie dingetjes op te leggen. Zo, maar kijk nou, hier word je toch helemaal blij van. Er zijn allemaal stenen in. Ja, ik word er helemaal gelukkig van. Goed, dit is de nieuwste aanwinst. Helemaal trots op. En dan onze placemats. Krijg ik er zo vaak vragen over. Dit zijn ze. En die hebben we van de H&M Home. Volgens mij hebben ze niet meer. Maar zeg maar de stijl van het kurk met dit erop werkt wel echt heel fijn. Ik ben altijd zeg maar, we hadden dan placemats en dan waren ze heel lastig om schoon te krijgen. En stoffen moet je in de was doen de hele tijd. En deze kan je echt heel makkelijk met een doekje schoonmaken. En ze zijn hard, dus je kan ze ook gewoon lekker makkelijk neerzetten. We hebben er een aantal hier en we hebben wat extra onder de kast als we zeg maar meer nodig hebben voor bezoek of zo. Hoe leuk is deze gadget? Dit is toch echt geweldig. Kijk, dit is een plankje. Het is van Rivsalt. En daar zit dan Himalaya zout bij, brokken. En daar zit dan dit rasp ding bij, waarmee je dat zout raspt boven je eten. Oh my god, en het is zo lekker. En ik vind Himalaya zout sowieso echt
het lekkerst zout ooit. En dan dit is gewoon, oh, gewoon zo'n steen. Hoe cool. Onze pannen. We hebben deze pannen sinds we samenwonen. Die hebben we toen gekregen van familie. En dit is echt gewoon goede pannen. Zorgen echt voor lekkerder eten. Goede mensen, goede pannen. Deze zijn van BK. Nou, hoe lang wonen wij al samen? Bijna 10 jaar of zo. Ze zien eruit alsof ze nieuw zijn. En het is een set van 5 pannen. En wat ik persoonlijk erg fijn vind in deze pannen is... Kijk hoor, deze hoor. Ik zet altijd de handen met die deksels. Zo. Ja, deze hoort bij deze. Dit is dan de deksel. Die is doorzichtig. Dat wil je. Want doorzichtig kan je zien wat erin zit. Dan draai je zo. Kan je draaien. En dan kan je zo het water eruit laten lopen. En dan... Hop. Heel handig voor afgieten, pasta. Je gebruikt het echt vaker dan je denkt. Ik ben nog steeds zo blij met deze pannen. Echt een goede investering dit. Of goed cadeau eigenlijk. Onze koekenpan. De koekenpan die wij op dit moment gebruiken, die is van AMT. En wat zo handig is aan het ding, is dat je dit los kan halen. Nou, hoe chill is dit in de vaatwasser of in de kast? Dat je niet de hele tijd zit te handen. Je kan hem ook zo in de oven zetten als je het wil. En wij zetten hem vaak zo in de vaatwasser. En dan deze kan je bijvoorbeeld even met de hand afwassen of zo. Het scheelt in ieder geval heel veel ruimte. Je klikt hem er zo aan vast. En dan hebben we nog los een apart item. Deze Pyrex deksel. Die 32 centimeter, die past hier precies op. Zo. En dat is, die hebben we op een gegeven moment gekocht omdat we zoveel recepten hebben met laat het even sudderen afgedekt. Maar er is echt serieus geen deksel die hierop past. Maar deze past dus precies. Dat is heel fijn. En dan hebben we nog een kleinere koekenpan. Die is van Tefal. We hebben eigenlijk gewoon altijd een grote en een kleine en daar maken we alles in. Dus als je snel een eitje wil bakken, dan is dit handig. Of voor van alles waar je niet gelijk dat hele grote ding wil pakken. Deze gaat wel een stuk harder dan die ander. Dus ik weet precies hoeveel minuten ik bij elke nodig heb. En bij deze moet ik er altijd wel goed bij blijven, want het kan hard gaan. Dan deze Pyrex schaal. En Pyrex is blijkbaar het beste om dingen in op te warmen in de magnetron. Dus op een gegeven moment heb ik deze gekocht. Want ik heb best wel wat borden gesloopt door dingen in de magnetron op een bord te doen en zo. En dus er kwamen van die cracks in. Maar dit is dus echt bedoeld om dingen in de magnetron op te warmen. En de deksel... Super handig. Eigenlijk warm ik altijd alles op in het Pyrex ding. En daarna leg ik het pas in een bord of een kom. En ja, daardoor blijft de rest heel, zeg maar. En het warmt goed op. Wij krijgen zo vaak vragen over deze twee items. Dit is een hele mooie schaal. Er zitten tomaten in. Cherry tomaatjes, grote tomaten. En dit bord. En deze komen allebei van H&M Home. Ze hebben ze niet meer, maar ze hebben wel echt zulke mooie borden en kommen. En ik merk dat, zeg maar, hier hebben we in principe genoeg aan om mooi neer te zetten. Dus we gebruiken dit om bijvoorbeeld hapjes op te doen of toastjes of whatever. En in die kom doen we ook weer allerlei dingetjes of popcorn, I don't know. Zeg maar, een goede schaal en een goed bord komt altijd van pas. Ze hebben een goud randje, dus ze kunnen niet in de vaatwasser. Dus het zijn eigenlijk soort van de special items die we wel eens gebruiken. Nou, misschien heb je deze ook toevallig voorbij zien komen net. Dit is zo grappig. Dit zijn allemaal kleine gummies. En die kan je dus om een glas heen doen. Dus dit zijn een soort dingetjes die doe je eromheen. Ik heb ook poppetjes om erop te doen. En waar is dit handig voor? Als je veel bezoek hebt, een vrienden, familie op bezoek. En je weet niet meer van wie welk glas is. Dan plak je zo'n ding erop. En dan is het gewoon van, hey, jij bent de paarse. En ik ben de peach. En zo weet iedereen van wie het is. Leuk voor feestjes en voor gewoon, ook al heb je één iemand op bezoek, is dit echt heel handig. Dan het rijtje aan schoonmaakmiddelen wat we hier hebben staan. Niks hiervan is gesponsord. Dit zijn denk ik ook allemaal concurrenten van elkaar. Dus... Ja, het kan ook eigenlijk niet. Niks van deze hele video is gesponsord trouwens. Maar ik dacht, ik deel even wat we hier altijd hebben staan. Als eerste afwasmiddel. Deze is dan van Method. Om gewoon met de hand dingetjes af te wassen. Dan deze. Dat Dettol ding. Zo leuk. Die hebben we ook van vrienden cadeau gehad ooit. En echt heerlijk. Kijk, doe je zo. En je hebt zeep. Zonder dat je het aan hoeft te raken. Het is echt geweldig. Zo even mijn handen wassen. Dan hebben we altijd iets van de reinigingsspray staan. We hebben nu die van Sif. En we hebben vloerwaterspul. Dit is van Method. En dit hebben we nodig omdat wij katten hebben. En katten geven wel eens over. Of in ieder geval als er iets van een vlek komt op de vloer of zo, dan doen we even dit erop. Oké, dan maken we het daarmee schoon. En hier staat ook trouwens het keukenrol. Onze mokkencollectie. We love mokken. Wij nemen altijd mokken mee uit van Starbucks sowieso. Die zie je hier achter ook staan. Deze is bijvoorbeeld van Vegas. We nemen altijd een mok mee van Starbucks als we ergens zijn en ze hebben speciale mokken. En we hebben eigenlijk allerlei soorten mokken. Dunkin' Donuts, Reese's, Pasha. Mokken zijn een soort van souvenir dingetjes voor ons. We hebben ook minis voor espressotjes en zo. Dit is trouwens van een merk wat ik nu ga laten zien. Dit zijn onze favoriete B-dots. Dit zijn onze favoriete drinkflessen. We hebben echt, om een of andere reden, hebben we zo vaak drinkflessen die we ook krijgen en zo. Maar echt, dit zijn hands down de fijnste. Wat je net zag was ook een kleine cup
van dit merk. Dit is van Corksicle. Super fijn zijn ze. Die, dit is trouwens de Kit versie. Die is van Gregor. Die heeft uit Amerika besteld van Kit. Maar ik zal even laten zien wat zo chill is aan deze. Ze hebben aan de binnenkant hebben ze metaal. En alles wat je warm hierin doet, blijft warm. Echt 12 uur of zo. En alles wat je koud doet, blijft koud. En dit gaat zo ver dat als wij hier ijsblokjes in doen. En we doen er koffie bij. Bijvoorbeeld dat cup ding gebruiken we daar wel eens voor. Doen we ijskoffie. Nou, doe je hem dicht en dan zet je hem in je auto. En is het een warme zomerdag. En het is echt gloeiend heet in de auto. Je laat het in de auto staan. Je komt een paar uur later terug in je auto. En je denkt, oh ja, daar staat de ijskoffie. En dan doe je zo. Dan hoor je ringelingelingelingelingel, tikketing. En dan hoor je dat ijs. Dus speaking of dubbelzijdige drinkwarm koud houd dingen. Deze glazen, dit is van Bodum of Bodum. En wij krijgen hier altijd vragen over van bezoek. Want dit zijn dus glazen, daar kan je koffie in doen of thee of water of whatever. En het ziet er heel mooi uit ten eerste. Want het is zeg maar, dit is de buitenkant, maar de binnenkant is, zit een extra laag in. Zo, kijk als je zo kijkt. En het blijft zeg maar warm. En de buitenkant wordt niet warm. Wordt niet heet. Je kan hem gewoon vasthouden. Want het is een extra laag. Dus dat is super chill. En ze zijn ook nog eens heel mooi. Echt altijd als we bezoek hebben. Standaard willen mensen weten waar die glazen van zijn. Bodum. Ik link alles. Deze waterfles. Karaf eigenlijk. Dit is een fles. Nou, dit echt, sinds we deze hebben. En elke keer als je een beeld is in vlog. Dan willen mensen weten waar dit van is. Dit is dus een flesje. En dit is een soort van stolpding. Met steentjes erin. En die steentjes, ja, het is misschien een beetje zweverig. Maar deze is dan een soort van healing. Deze is tegen negatieve gedachten. En er zitten allerlei steentjes in. Ja, bergkristal met allemaal andere steentjes doorheen. Ik vind het er gewoon serieus ook mooi uitzien. Maar ze zeggen dat je water dan de kracht van die stenen krijgt. Je moet erin geloven, je moet ervan houden. Ik vind het in ieder geval heel mooi. En ik geloof wel een beetje in stenen. Maar ik vind hem ook gewoon heel mooi eruit zien. Dit babyhapjes systeem. Het is officieel voor babyhapjes, maar ik wil hem gewoon iedereen aanraden, want het is echt wel geniaal. Hier kan je dus ongeveer per ding een eetlepel aan iets in doen. Dus bijvoorbeeld gepureerd fruit of groente. Maar je kan er echt van alles in doen. Ik doe er ook wel eens water in voor ijsblokjes. Maar denk bijvoorbeeld ook aan citroensap wat je geperst hebt of zo. Of whatever, wat je maar wil. Het is echt een briljant systeem. Dat doe je dan vervolgens wel op. Oké, in de vriezer, dus met een bovenkantje. En vervolgens bevriest het. En dan haal je hem eruit, doe je hier warm water op. En dan doe je zo tuk. En dan vallen ze er allemaal uit. En dan heb je allemaal perfecte stukjes. Ik vind dit echt nog beter dan die siliconen vormpjes. Dat is wat ik normaal gebruik voor ijs en zo. Maar ik vind het prachtig. En heel fijn dat er een bovenkantje op zit. Wel zo hygiënisch. Deze ovenschalen van de Action. Die heb ik echt serieus, denk ik, voor 2 euro gekocht. Gewoon bij de Action. En het zijn echt de best. Gewoon, ik gebruik altijd deze ovenschalen. Ik heb een grote, ik heb een kleine. Ik heb die grote trouwens 2 keer. En dat was op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, als je dan een feestje doet, je moet extra veel enchiladas maken. Want volgens mij gebruik ik zelfs, toen gebruikte ik deze al. En ja, ze zijn ideaal. En echt heel goedkoop van de Action. Deze glazen bakjes. Oh my god, deze bakjes zijn echt geweldig. Ik weet niet wat ik heb gedaan voordat ik deze bakjes had. Maar dit zijn glazen bakjes, een set van 5 geloof ik. En daar horen deze plastic deksels bij. En dan kun je eromheen doen. En dan heb je dus een luchtdicht bakje. En dit kan in de vriezer. Dit kan in de oven. Het kan in de magnetron. Ja, we gebruiken ze als een soort van meal prep bakjes. Dus er staat altijd wel eentje of 2 staan daar in de koelkast. Of als we 4 voor 4 hebben gekookt, dan doen we dan 2 voor de volgende dag. Doen we dan ook in zo'n bakje. Het is echt geweldig. Deze is ook leuk om cadeau te doen. Het is echt zo'n ding van iedereen wordt hier blij van. Je wordt toch blij van glazen bakjes. Ons bestek. Wij krijgen zo vaak vragen over ons bestek. Dit is het. Het is donkergrijs gunmetal gray bestek. Ja, we zijn er zelf heel blij mee. Ook heel veel vragen van mensen of je dit in de vaatwasser kan doen. Officieel nee, doen wij het ja. Je ziet wel hier en daar iets van een streepje, een stipje. Maar eerlijk, we gebruiken ze best wel lang al. En ja, het ziet er wel op zich nog oké uit. Ik link het hieronder. Ik denk dat dit de meest gestelde vraag is van mensen. Ja, het bestek. Dat is echt wel nummer 1. Dit schaafding. Oh my god. Dit ding is echt zo handig. Dit is de microplane. Ik haat schaven. Dus als er in een recept staat schaaf de schil van een hele limoen. Dan denk ik, oh god no. Dan ben ik zo lang bezig en de helft gaat er niet af. Met dit gaat dat top. Ik doe hier ook knoflook mee en zo. Ik heb laatst knoflook per zelfs weggedaan. Omdat ik toch alleen maar dit gebruiken. Het is echt een heel handig ding. En om makkelijk schoon te maken en zo. Het enige is, ik krijg hem nooit helemaal makkelijk hierin. Deze citruspers. Ik krijg zoveel vragen hierover. Maar het is ook echt een handig ding. Dit is dus een citruspers waar je een citroentje of een limoentje in kan doen. Of een sinaasappel of whatever. En dan zo boven je glas.
Of boven je maaltijd, of boven je salade, whatever. Heel handig. We hebben verschillende citruspersen gehad. En ze gaan kapot allemaal. En deze is gewoon stevig. Deze meetcups en ook de kleintjes. Dit is zo handig voor bijvoorbeeld het afmeten van één kap. Ik gebruik heel vaak Amerikaanse recepten. En ik zeg het ook wel eens in video's, van ik doe een kap van dit erbij. En deze heb ik dan gekocht bij Walmart. Maar ook wel die kleintjes zijn ook heel handig. Dit is 1 teaspoon, dit is 1 tablespoon. Dit is een eetlepel, theelepel. Dan denk je eerst, hoezo? Dat kan ik toch ook met een eetlepel doen? Maar omdat dit dieper is, is dit veel makkelijker om iets te pakken en precies te scoopen. Dan versus een eetlepel waarvan je niet helemaal weet of het nou precies goed is of niet. Nou, in ieder geval, ik gebruik deze heel graag. Zodat het makkelijk af te wassen. Je kan dit ook gewoon kopen in Nederland. Gewoon van andere merken. Ik zal het hieronder even linken. Maar dit is absoluut iets wat ik denk dat wij dit elke dag gebruiken wel. Ja. En dat waren alle must-haves in de keuken. Ik ben benieuwd of jullie dingen zelf herkennen. Dat je denkt, oeh, dat is echt handig. Of dat je denkt, ik heb een andere tip voor jullie. Want dit ontbreekt er nog in jullie keuken. Laat het vooral even achter bij de comments. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de tips. Ik heb alles uit de video gelinkt hieronder. Dus je kan het allemaal terugvinden. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Doeg! Doei!